De afgelopen week is er al zoveel gebeurd, maar ik denk dat we de komende weken, zeg maar, de afsluiting eigenlijk al een beetje van de transferperiode en ook zoveel transfers gaan zien. Tot en met september gaat het echt enorm druk worden en vandaag weer een nieuwe transfer video. Hopelijk heb je er zin in, we zitten echt weer dichter bij de 103.000 abonnees. Ik zou het enorm waarderen als je even zou willen abonneren. Bijna de helft van de mensen die kijken is nog niet geabonneerd. Dus draai je scherm om en doe het even gratis. Je helpt me daar enorm mee. Doe meteen een blauw duimpje omhoog en beginnen we snel met deze video. Dus abonneer. Dankjewel. We beginnen met een beetje een onverwachte. Dzeko. Hij gaat weg bij Roma. Hij gaat naar Inter Milaan toe. Inter neemt natuurlijk afscheid van Lukaku. Zoeken opvolgers voorin. Zapata komt ook. En dus ook Edin Dzeko. Die eigenlijk al vorig jaar waarschijnlijk zou vertrekken. Toen leek Juventus de kandidaat te zijn, maar nu wordt het dus Inter. Ik moet eerlijk zijn dat ik niet weet welk bedrag er voor Dzeko betaald gaat worden. Hier is geloof ik nog niks over gezegd. Wat ik wel weet is dat Dzeko een transferwaarde van 4 miljoen euro heeft en al 35 jaar oud is. Dus ik ga ervan uit dat die niet meer dan 5 miljoen euro moet gaan kosten. Maar ja, dit gaan we binnenkort wel horen. Hij is in ieder geval niet heel duur. En ik denk dat dit ook iets te maken heeft met de volgende transfer. Daar is namelijk die van Lautaro Martinez. Want ja, het zou echt belachelijk zijn als dit gebeurt. In interperspectief. Lukaku gaat naar Chelsea, dat weten we. Hakimi is vertrokken. En als ze nou ook nog eens Lautaro Martinez zouden verkopen, dan zouden denk ik zowat het beste drie spelers buiten een Barella, een Stefan de Vrij om. Weet je, gewoon drie hele belangrijke spelers, laat het zo noemen, vertrekken. We weten dat ze financiële problemen hebben, maar met de transfer van Hakimi en Lukaku lijken mij die wel verholpen. Toch zou Martinez naar Tottenham kunnen gaan. Het gaat niet meer gebeuren. Gisteren leek het wel nog te gebeuren, vandaag niet meer. Die heeft een hele snelle wending gekregen, omdat zaakwaarnemer van Martinez met Martinez gesproken zou hebben, of in ieder geval er zou iets plaatsgevonden hebben en Martinez zou gezegd hebben dat hij tevreden is in Italië. Maar goed, om even naar het begin van deze hele transfersoap te gaan. Tottenham zoekt een opvolger voor Harry Kane. Ja, ze gaan er nog altijd denk ik wel ergens vanuit dat ze Harry Kane gaan kwijtraken. En dus zijn ze uitgekomen bij Martinez. Martinez zou een prijskaartje van 60 miljoen pond op zich hebben. Tegen de 70 miljoen euro aan. Ja, ongeveer. In ieder geval, voor dat bedrag zouden ze Martinez bij Inter kunnen kopen. En dit was al voor de hele Lukaku-situatie. Toen stond Inter dan nog iets welwillender tegenover. Nu is het helemaal geen optie om Martinez te verkopen. En lijkt Martinez zelf dus achteraf eigenlijk ook helemaal niet naar Londen te willen gaan. Ik snap dat Inter het misschien wel had gedaan als Lukaku was gebleven. Maar de klap zou zo groot zijn als ze Lukaku en Martinez zouden verliezen. Dus ja, het is een beetje een iets oudere transfer die nu in één keer heel erg naar boven komt. Laten we ervan uitgaan dat Martinez gewoon blijft en samen met Zapata en Dzeko gaan spelen volgend jaar. Het zou wel een hele grote downgrade geweest zijn als je van Martinez met Lukaku naar Dzeko met Zapata gaat. Dat gaat dus waarschijnlijk niet gebeuren. Twan Zebe, ja, we dachten toch steeds dat hij dichter en dichter bij de basis van United kwam. In ieder geval maakte hij wel steeds meer minuten. Maar hij wordt opnieuw uitgeleend aan Aston Villa. Als hij daar meer minuten kan maken en daar in de basis kan spelen, is het denk ik wel goed voor zijn ontwikkeling. Ik denk dat Twan Zebe, als het er niet van gaat komen, een beetje in het lijstje spelers terechtkomt als een Fosu Mensah, die uiteindelijk ook een transfer heeft moeten maken, omdat hij bij United net niet kon aanhaken. Voor hem is het wel een mooie transfer. En ja, bij United moeten ze opruimen. Want naast Twan Zebe lijkt ook Diego Dalot misschien toch weer te gaan vertrekken. Ze twijfelen bij hem er nog wel over. Heeft natuurlijk best wel wat geld gekost toen hij uit Portugal overkwam. Vorig jaar bij AC Milan heeft hij het goed gedaan. En vandaar dat ze nu twijfelen om hem misschien dit seizoen zelf te houden. Maar AC Milan zou wel weer interesse hebben. Alleen is het een lastige situatie. Want United wil hem alleen maar uitlenen. En daarnaast willen ze voor die uitleenperiode een vergoeding van 5 miljoen euro hebben. En dat is best veel geld, terwijl je een speler alleen maar voor een jaar leent. Dus ik denk dat geen enkele club dit gaat willen en dat Dalot dit seizoen bij United zal blijven en daar waarschijnlijk best weinig zal spelen. Ik bedoel, besef, je hebt Wan-Bissaka, je hebt Luke Shaw, je hebt Alex Telles. Het ligt eraan in welke back Dalot het beste uit kan komen volgend jaar. Maar hij gaat sowieso een tweede of derde back zijn, op welke positie dan ook. Over backs gesproken, ja, Florenzi. AC Milan zou bezig zijn met Florenzi. Ook van AS Roma natuurlijk. En Florenzi zouden ze graag willen lenen.
zou een prima transfer zijn voor Milaan. Als er een gratis huurperiode zou zijn, dan hebben ze Dallon niet meer nodig. En ik denk dat je met Florenzi een veel meer ervaren speler binnenhaalt. Die natuurlijk vorig jaar actief was bij Paris Saint-Germain. Ja, Florenzi kan het niveau gewoon makkelijk aan. Is wel al iets ouder, maar dan nog. Ik bedoel, als ze het kunnen doen, bij AC Milan moeten ze het doen. En misschien hebben ze volgend jaar wel een gevaarlijk team. Wie weet. Ze spelen geloof ik Champions League, toch? Dan een onderwerp waar we het al vaker over hebben gehad. We hebben het weer over Bergwijn. En ik vind dat toch een beetje frappant. Er is letterlijk niks gebeurd, en daarom wil ik deze ook graag weer bespreken, waarom we het hier over zouden moeten hebben. Ik lees in Nederland heel veel geruchten dat Ajax opnieuw naar het bestuur van Tottenham gegaan zou zijn. Of in ieder geval de delegatie van Bergwijn. Dat is niet eens bekend. In ieder geval Ajax zou opnieuw geïnformeerd hebben naar Bergwijn. Laat het zo stellen. Dat kan, maar er is 0,0 ontwikkeling in deze hele transfersituatie. En het enige wat we tot nu toe weten is dat Tottenham niet geïnteresseerd is in het verkopen van Bergwijn. Als Ajax zo graag nog een extra aanvaller had gewild, dan hadden ze gewoon moeten gaan voor Sulemana. En dan hadden ze daar veel gretiger achteraan moeten gaan. We hebben hem nu een wedstrijd bij Stade Rennes zien voetballen. Speelde heel goed, maakte een prachtig doelpunt. Misschien lag het ook aan Sulemana zelf dat hij alleen niet naar Ajax is gekomen. Maar Bergwijn naar Ajax, de kans zijn mij vrij klein en nog altijd, hij moet meer dan 25 miljoen euro kosten. Wil Tottenham er überhaupt over nadenken? Het is een gerucht en ik denk niet dat die gaat gebeuren, jongens. Dus ook in de comments, volgende video zag ik opeens zoveel comments hierover. Ik denk het niet. Hetzelfde geldt over Tyrone Malacia, Feyenoord natuurlijk. Het zou heel pikant zijn als hij van Feyenoord naar Ajax zou gaan. Ik geloof dat Ten Hag een beetje wel liet doorschemeren dat wanneer Tagliafico weg zou gaan, Malacia wel op een lijstje zou staan als eventuele opvolger. En dat is meteen heel pijnlijk voor alle Feyenoord fans. Ik denk ook echter hierbij dat het nu nog een klein gerucht is. Tagliafico moet eerst maar eens weggaan. En ja, Malacia lijkt mij toch wel meer trouw aan Feyenoord dan dat Berghuis dat was. Ik denk dat Malacia niet heel snel een overstap zou maken naar de Amsterdammers. En ik verwacht dat hij gewoon zal blijven. Maar als hij zal weggaan, dan gaat het waarschijnlijk niet gebeuren naar Ajax. Alleen is er voor de rest nog bijna geen enkele Europese club geïnteresseerd. Echt concreet geïnteresseerd in Malacia. Dus ik geloof dat laatst Club Brugge of zo een Belgische ploeg als enige interesse had. Maar ja, dat zou best wel jammer zijn voor Feyenoord als hij die transfer zou maken. Dus ik ga er gewoon vanuit dat Malacia blijft. Belangrijk voor Feyenoord en dat is gewoon goed. En natuurlijk ook vandaag in de headliner Lionel Messi. Totdat deze transfer gebeurde, zal hij waarschijnlijk iedere dag met nieuwe details naar buiten komen. Maar we gaan ervan uit dat deze transfer eigenlijk deze week wordt aangekondigd. Jorge Messi, de vader van Lionel, was op vakantie, was in Parijs om te spreken over de transfer van Messi. Het zou allemaal goed gegaan zijn. Messi gaat 35 miljoen euro per jaar verdienen. Wilde eigenlijk niet weg. Zijn afscheid was heel emotioneel. Ja, alles erop en eraan. Het lijkt in kan en kruiken en het lijkt afgerond te zijn. Deze week gaat Messi aangekondigd worden in Parijs en het is klaar. Verder nog een paar kleine dingen die misschien wel goed zijn om hierbij te zeggen. Zoals ik al eerder gezegd heb, krijgt hij nummer 10. Wilde graag bij Barca blijven, doet er niet toe. En er was een foto opgedoken vorige week van Messi samen met Neymar, Paredes, Di Maria en ik geloof Verratti zijn met z'n vijf op de foto. Dat was heel frappant, want dat was voor deze hele situatie. Messi heeft ook nog even hierop gereageerd dat hij niet op de foto was met die jongens omdat hij al in onderhandeling was met Paris Saint-Germain. Dat wist hij echt pas vanaf deze week. Hij was toevallig vorige week dus al op vakantie in Parijs. Maar dat heeft helemaal niks met deze transfer te maken. Ja, en verder. Het gaat gebeuren. Helaas voor alle Messi-fans. Maar hij gaat toch echt naar Paris Saint-Germain toe. Ten slotte Renato Sanchez. Hij wordt gelinkt aan een transfer naar Barcelona. Heel raar om het daar in deze periode over te hebben. Dit blijft ook een gerucht. Kijk, om nog een keer op die financiële situatie van Barcelona uit te komen. Je mag geloof ik maar een totale revenue dat het bedrijf, of ja, bedrijf Barcelona, om het zo maar te noemen, zeg maar, heeft, mogen ze maar 70% van aan salarissen uitgeven. Ik geloof dat ik het zo goed zeg. Barcelona zat nu op 115%. Met het vertrek van Messi zitten ze op 95%. Ze moeten dus nog altijd 25% van hun totale salarisuitgaven korten voordat ze nieuwe spelers speelgerechtig mogen maken. Anders was Messi gewoon makkelijk speelgerechtig geworden. Want dan mocht het gewoon. En je mag ook niet gratis een speler speelgerechtig maken. Want er mogen geen nieuwe spelers speelgerechtig gemaakt worden voordat dat salarisbudget op 70% zit.
Dus vandaar dat Messi ook niet gratis voor Barcelona kon gaan spelen volgend seizoen. En vandaar dat Renato Sanchez ook niet aangetrokken kan worden totdat er meer spelers weg zijn en dat het budget op 70% zit. Kan dat nog gebeuren? Nou ja, als spelers als Umtiti, Pjanic definitief weggaat, dat is ook nog niet gebeurd. Langley hebben we nog over gesproken. Maar in ieder geval, grootverdieners die veel op de bank zitten waar Barcelona eigenlijk niks aan heeft, dan zou het eventueel nog kunnen. Maar een transfer van Renato Sanchez naar Barcelona lijkt mij vrijwel onwaarschijnlijk. Maar ja, interesse zou er best kunnen zijn. Die interesse zouden ze volgende week nog kunnen hebben, maar die is vanaf deze week bijna onmogelijk. Renato Sanchez wordt ook nog gelinkt aan een transfer naar Liverpool. Hier is wel een prijskaartje opgeplakt, 42 miljoen euro ongeveer. Rond maar lekker af naar 40. Zou een mooie transfer zijn voor Sanchez, die een heel goed seizoen heeft gehad bij de kampioenen van Lille. Ik denk alleen dat Renato Sanchez misschien dan wel weer door de mand gaat vallen, zoals hij eerder ook door de mand viel toen hij een grote transfer maakte naar Bayer. Hij is natuurlijk nu wel ouder, meer ervaren en laten we hopen dat we dat enorme talent van Sanchez kunnen gaan zien in een topcompetitie als die van Engeland. Alles, de competitie van Frankrijk natuurlijk ook wel redelijk, maar toch Lille. Ik bedoel, Ajax heeft Lille uitgeschakeld toch vorig jaar. Ja, hij kan beter. Dat is gewoon zo. Zo zie je maar weer, nog altijd heel veel transfers. Ik hoop dat je dit een leuke video vond. Doe vooral een blauwlepje omhoog. Abonneer op Twinity en dan zie ik jou graag de volgende keer weer terug. Moest de ballen, laat ze niet vallen. Tot de volgende keer. Joejoe.